Senioren burgers van de bejaardentehuizen Beatrix en Zorgenhoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd. Dit in verband met de komende verkiezingen. Een mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerszaken heeft de tehuizen aangedaan. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut. Ook visueel beperkten hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun gegevens te controleren. Landelijk kunnen kiesgerechtigden tot en met 14 maart hun persoonsgegevens controleren op verschillende districtscommissariaten, bureaus voor burgerzaken en de 378 mobiele units. Het ministerie heeft ook een website gelanceerd waar stemgerechtigden hun gegevens kunnen controleren.